Verdachte Daisy Bouterse heeft zelf de behandeling van de strafzaak tegen hem bespoedigd. Advocaat van de nabestaanden van de 8 december moorden, Hugo Esset, zegt dat Bouterse vandaag gebruik maakte van zijn zwijgrecht. De totale gemeenschap is volgens de raadsman hierdoor verrast, want door dit besluit van Bouterse is het eind van de zaak heel dichtbij. Dit in tegenstelling tot wat Esset had verwacht. Dat het Openbaar Ministerie, de auditeur militair, zijn requisitoor houdt. U kunt zeggen dat hiermee eigenlijk de behandeling van de strafzaak ter terechtzitting bijna is afgesloten. We zijn dus naar het eindpunt als het gaat om de behandeling ter terechtzitting. En dat eindpunt dat bestaat uit het requisitoor van het Openbaar Ministerie en het antwoord daarop van de verdediging. En dat zal, als het goed is, op 31 mei aanstaande plaatsvinden. De krijgsraad heeft partijen gevraagd om de stukken eerder te wisselen, zodat inderdaad op 31 mei de verdediging meteen kan reageren op het requisitoor en dat er mogelijk ook meteen een repliek en dupliek volgt. Als dat lukt, dan zal dus op 31 mei de behandeling ter terechtzitting kunnen worden afgesloten. En zal daarna een vonnis moeten volgen. Advocaat Erwin Kanhai zegt dat Bouterse zijn recht heeft gebruikt om te zwijgen. De raadsman zegt dat de vaart welke in de zaak gezet zal worden geen invloed zal hebben op de verdachte zijn strijdvaardigheid. Bouterse is volgens hem nog even scherp. Omdat het zijn recht is. En er zijn genoeg verhoren geweest in het dossier. Hij heeft een verhoor afgelegd reeds. En hij heeft verder niets te voegen aan het verhoor bij de rechtercommissaris reeds in 2001. Dus de eerste keer toen hij zijn verhoor aflegde was rond 2004 bij de rechtercommissaris. En nu is 16 jaar later. Weet u, je kan je ook niet meer herinneren wat je toen bij de rechtercommissaris hebt gezegd. En dat was een verhoor dat nog stand houdt. Eventueel als de vervolgingsambtenaar gebruik maakt van zijn tweede woord, van zijn tweede beurt, en ik ook gebruik maak van, van mijn tweede beurt, dan is het processueel de stand dat het staat voor het laatste. Ja. En wat is daarna dan de volgende? De uitspraak. En dan over beroep eventueel? Eventueel, afhankelijk van de uitspraak. Kanhai zegt dat er mogelijkheid bestaat voor hoger beroep, maar dat dit afhangt van de uitspraak van de rechter. Bouterse zegt dat hij blijft bij zijn eerder afgelegde verklaringen en niet ervan zal afzien.